Meer dan 50, ja. Vertel mij jouw story, ik hoor je blij in jouw... Ja, het me geretrenst in oktober maand. En dan die. Ik heb bij die werk gebleven. 2016 heb ik al daar begin. En ik 2015, maar 2016 is ik vast aangesteld. Oké, we gaan werk. En toen de corona moest gekomen. Het is een short time toe. En... Ach... Oké, eindelijk hele corona. En toen, terwijl die corona nog net zo bij zijn einde nou kom, toen die oud al lang gepraat, uit met die trends. Maar die ander het al zo op een wei laat gaan ook. Net ek was nog op die boeken waar hy was. Oké, toen met die trends, laatst jaar oktober nou. Oké, toen blijf ik nog af, want ik ben bij die werk gebleven. Ik wou eerst eindelijk geplakje daar, dat hij mij moet uitzetten met de vos. Je weet, maar oké, hij is ook wel ouderig en toen ik nog niet lust voor hy. Ja, toen hij nou die plek verkoop. Uiteindelijk al laatst jaar, hij het al gekomen nog aluminium wel ding gedoen, dat zijn ik al. En dan kom ze hier en daar uitgehaald, maar ach, gaan betaal jou meneers. Oké, toen hij nou besluit, oké, hij maakt u en hij verkoop. Ik weet niet of hij nog steeds die plek draai verkoop of hij nou verkoop of wat ook al. Toen ik nou... Einde maart, april, oké, toen ik. Oké, maar dat ik al die maanden en die weken al mijn geld gebruik, je weet wat ik zeg. En mijn UIF geld en niet weet wat ik nou mij goed gebruik nou daar. Maar ik heb niet pijn gekregen voor die maanden, nie. Ja, ik heb niet geweten eindelijk maand toen ik net gekomen. En oké. Toen ik hier opgegaan nog. Ja, ik ben naar een paar kerken toe gegaan. Kijk, ik ben niet enig gehelp, nie, maar oké, okay, kerk wat mij enig een beetje gehelp het, was die Hoeksteenkerk. Verder zit ik maar hier en partij mensen stoppen, weet hulle gee my brood. Mijn enige idee was, als ik nou niet, dan is er niet kan recht komen om die poliestasie te stoppen en al te slaap. Maar kijk hoe lekker die poliestasie. Gaan kijk, bykie daar, ek was heel eerste daar. Maar gaan kijken bykie daar. Ek het by hierdie oorgaande missie gekry. Ek het eindelijk nog nooit in my lewe missie aangesit nie, maar geloof my, ek slaap nou met hem. Dit is eindelijk al wat net koud raak, jy weet. Ja, wel, weet jy, ek kan op so'n koos gaan, maar wat vertel ek vir die kat? Dit is maar die story, ja.